Ik ga nu een programma maken waarin ik eigenlijk een nazi-jager word. Zo, de Ju. Wat is hier aan de hand? Dat mag niet, want dat schaadt de betrekkingen met Duitsland. Also, das war auch nicht die Absprache. Entschuldigung, Sie brauchen jetzt auch nicht weiterfilmen. Oh. Dass dieser verdammte Scheißkrieg schon lange vorbei ist. Ja. Und dass man uns Deutsche endlich mal in Ruhe lassen soll. Muss ich ganz ehrlich sein, war uns der Fall gar nicht bekannt. Wir wussten gar nicht, dass Faber hier ist. No special procedure. Ik heb ze vervloekt in mijn hart, die de putteke van de hel. Is die oorlog nou afgelopen? De oorlog wil maar geen geschiedenis worden. Heeft hij bot gevangen dan? Precies. Oh, gezellig. Kijk, moet ik het niet gewoon loslaten? Nee, als jij het belangrijk vindt, dan sowieso niet. Dan moet je niet los te laten. Goedenavond. Klaas Faber is dood, de laatste voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Faber is overleden. De man heeft 60 jaar in vrijheid kunnen rondlopen. Dankzij een Arische wet van Hitlers hand kon hij Duits staatsburger worden. Yes. Duitsland levert geen eigen onderdanen uit. En dan kan je hoog of laag springen, maar dat gebeurt niet. En waarom leveren ze geen eigen onderdanen uit? Dat staat in hun wet. Dit Führererlass is tot op de dag van vandaag nog steeds rechtskrachtig. En zo heeft Faber rustig van zijn oude dag kunnen genieten. Met zo af en toe een journalist op de stoep. Meneer Faber? We know he's in. And we'll ask if he has a message for the families of his victims. Hebt u geen spijt van alle mensen die u heeft doodgeschoten? Die heeft doodgeslagen? Faber sprak met niemand. Ook zijn dossier wordt door de overheid achter slot en grendel gehouden. Tot grote frustratie van historicus Jan de Roos, die bezig is met het schrijven van een boek over de familie Faber. Hij vecht de geheimhouding aan via de rechter. Je krijgt niet gewoon... Niet alles. Niet alles wat ik heb gevraagd. De rechter stelde de minister in het gelijk. Een deel van de stukken moet geheim blijven. Als dit openbaar wordt, dit dossier, dan schaadt het de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Nou, dan denk ik, nou ja, wat voor verschrikkelijks moet er dan wel niet in dat dossier staan? Ja, maar zo zou ik het niet opvatten. Want ze zijn er nog mee bezig, het loopt nog, hè? Deze gang van zaken. Ze zijn al 60 jaar bezig om die man naar Nederland te krijgen. En dan is het nu opeens schadelijk als we ze openbaar maken. Zo ziet u dat, ja. In de tijd dat de overheid nog niet strikt omging met de privacy van Faber, heeft journalist Kees van Horen delen uit Fabers dossier gekopieerd. Hij wijst me op een geheim document dat Nederland van Duitsland kreeg. Het betreft een Duits onderzoek uit 1953 naar de rechtmatigheid van Fabers Duitse staatsburgerschap. Einer Verletzung ihrer Eidespflicht schuldig gemacht haben. Daar is nooit meer op ingegaan door de regering. En waarom niet? Want dan had hij dus gewoon Nederlander gebleven en had hij uitgeleverd moeten worden. Wat is dat? Ongebruikte rapporten die de zaak wezenlijk hadden kunnen beïnvloeden. Was dit weer een gemiste kans van de overheid? Vandaag de dag zijn er nieuwe verdenkingen die de zaak Faber nieuw leven in kunnen blazen. Marijke Schoenmaker kwam er via een krantenartikel achter dat Faber de moordenaar van haar oom zou kunnen zijn. Nou, en naar aanleiding van dit hebben we hem aangegeven, want hij is nooit voor deze moord berecht. En wij willen gewoon dat hij berecht wordt. Maar nu is hij in vrijheid gestorven. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Het was tegen het eind van januari 2012. Ik ging naar Duitsland en wilde weten hoe dicht ik bij Klaas Karel Faber kon komen. De realisatie dat 700 kilometer van mijn huis een voortvluchtige natie al 60 jaar in vrijheid leeft, trok mij aan als een magneet. Zo, meneer Faber. Hoe begin je een gesprek met zo'n man? Ik neem in ieder geval een geheim cameraatje mee, verstopt in een iets wat gekke bril. Hoe weet je nou dat hij blijft lopen? Dat is een blauw lichtje, dat knippert nu. Oké. Ja, dankjewel.
zo'n 7 uurtjes van mijn huis. Hier woont hij dan. Hallo. Nee, ik moet eerst nog even iets anders vertellen. De ontsnapping. Zestig jaar geleden, op tweede kerstavond, ontsnapte Klaas Karel Faber met 6 andere oorlogsmisdadigers uit de koepelgevangenis te Breda. De oorlog was 7 jaar geleden geëindigd en Klaas had sinds die tijd gevangen gezeten. Samen met Ad van Liemt bezoek ik de laatste verblijfplaats van Faber in Nederland. Ja, de sportschoen, het lijkt wel een kegelclub. In eerste instantie werd hij ter dood veroordeeld, maar dit werd omgezet tot levenslang. Hoe was deze ontsnapping mogelijk? En hoe reageerde de Nederlandse bevolking? Het is wel echt ongelooflijk dit, zeg. Het is veel meer koepel dan ik dacht. December 1952. In de gevangenis van Breda zitten nog 178 politieke delinquenten, waaronder 115 Nederlanders. Het was de tweede kerstdag van 52. En toen zijn er 7 levenslang straften tegelijk ontsnapt. En wij kunnen ons niet voorstellen wat een ongelooflijke commotie dat heeft gegeven in Nederland. Dat was echt voorpagina nieuws gedurende weken eigenlijk. Hoe dat kon en hoe dat allemaal gebeurd was. Een ontsnapping uit de gevangenis is natuurlijk altijd al redelijk spectaculair. Maar 7 tegelijk, 7 levenslang gestraften en dan ook nog gestraft wegens oorlogsmisdadigers in 52. Dat heeft een ongelofelijke commotie gegeven. En wat we er dus van weten is dat er een filmvoorstelling was voor de langgestrafte. Himmel über Erde. Ja. Heb je hem ooit gezien? Nee. Ik heb hem ook nog niet gezien. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Was dem gar kein Verständnis für mich. Du bist der rücksichtsloseste Mensch, der mir je vorgekommen ist. Ich höre die Freundschaft auf. Jetzt halt mir die Geduld. Wenn ich sie noch ein einziges Mal hier sehe, dan roep ik de ortspolizei. Het was toevallig het groepje dat functie had in de gevangenis voor de stookinstallatie, om die te verzorgen. Dat ging toen met kolen. Dus dat moest geregeld gecontroleerd en bijgehouden worden. Dus het kwam wel vaker voor dat zij op rare tijden even aan het werk moesten. En het is dat groepje dat is ontsnapt. De gang van zaken is geweest dat ze dus in die stookkelder maatregelen hadden genomen, zodat ze daar een rooster los konden maken. Daar hadden ze een sleutel voor geregeld. Beetje onduidelijk hoe. Het is niet uitgesloten dat er ook wel enige corruptie met bewakers is geweest, maar dat is nooit bewezen. Denk ik dat daar een rooster heeft gezeten, dat er nu natuurlijk dicht is. En hier is nog een rooster. Oh ja. En we weten natuurlijk niet welke het is geweest. Nee, dat zou ik niet weten. Maar dit lijkt mij wel een plek waar het geweest zou kunnen zijn. Het ziet er ook nog een beetje kolenstortachtig uit, hè? Dus het kan best zijn dat ze op een berg kolen geklommen zijn en er zo uit konden. Buiten komen ze voor de 4 meter hoge muur te staan, waar ze met behulp van een meegenomen ladder en een tuinslang overheen klimmen. Door de tuin van de onderdirecteur komen ze op de Nassau-singel. Hier staat 1 auto klaar en 4 mannen, helpers. Nog steeds heeft niemand iets gemerkt. Het moet wel heel spannend geweest zijn natuurlijk ook voor die mannen. Ja. Wat riskeerden ze eigenlijk? Niks. Ze hadden doodstraf gekregen, daarna levenslang. Levenslang. Ze hadden niks te verliezen, zeg maar. Nee, ze hadden niks te verliezen. Toen de verdwijning bekend werd, sloot men de dichtstbijzijnde grens, die met België. Want niemand dacht dat de nazi's direct naar Duitsland zouden vertrekken. Na de ontsnapping was dit de 2e inschattingsfout. Er zouden er nog vele volgen. Ja, en dan komt hetgeen dat de Nederlandse bevolking tot razernij heeft gebracht. Echt, als je de kranten leest, daar was een enorme verontwaardiging voor. Want ze zijn, toen ze de grens over waren, naar het Duitse politiebureau geweest om zich te melden. Mm-hmm. En daar hebben ze allemaal een boete van 10 mark gekregen, wegens illegale grensoverschrijding. En nou, dat heeft een blinde woede veroorzaakt in de Nederlandse bevolking, wat ik me ook wel voor kan stellen. Want ja, waarom stuur je ze dan niet terug als ze illegaal de grens over zijn gegaan? Maar dat was precies volgens de regels. Dus ze kregen een boete en werden daar vrijgelaten. Jacob de Jonge werd door de geallieerde troepen opgepakt en over de grens gezet. De overige 6 doken onder, maar al snel bleek dat ze weinig te vrezen hadden.
Het programma Brandpunt ging 10 jaar na de ontsnapping op zoek en vond Sander Borgers. Bekend van de Sielbertannenmoorden, represailles op onschuldige burgers. Heel lang heeft de Duitse politie hem niet kunnen vinden. Ons kostte dat precies een dag. Hij is, zoals vroeger, veehandelaar. Brandpunt ontdekte ook Willem van den Neut, de beul van Amersfoort. Die, zoals de beschuldiging luidde, sigaretten uitdrukte op het gezicht van de gevangenen, die baarden in brand stak, ogen uitdrukte en deelnam aan vele executiepelotons. Bent u daarmee bezig dat er nog een straf boven uw hoofd hangt, ergens in een land? Oh ja, dat... Also, dat hangt altijd overeen. Ik geloof, als het voorbij is, dan hangt het ook nog overeen. Als zo straf gehad hebben, ik was te dood veroordeeld, maar had 2 jaar in de doodcel gezeten. Dat blijft altijd overeen. Was u te zwaar gestraft? Ja. Also, naar Hollandse opvatting, nee. Het enige wat ik van zagen ken, ik was in die tijd nog jong. Heb mij ervoor bij aangesloten en heb dat meegemaakt. En ik heb nu dat ik ouder ben, wil ik dat niet meer maken. Want ik heb meer verstand nu wie vroeger. Also, te zwaar wil ik, dan zag ik nee. De beul van Amersfoort overleed uiteindelijk in 1983 in vrijheid. Voor de camera was hij berouwvol. Faber heeft na zijn ontsnapping nooit iets van berouw vertoond, terwijl hij er vele mogelijkheden voor heeft gehad. De vlucht uit Nederland was tot in de puntjes geregeld en niets was aan het toeval overgelaten. De ontsnapte oorlogsmisdadigers kwamen aan in een Duitsland van wederopbouw, dat haar politieke zelfstandigheid wilde heroveren. Men wilde af van de geallieerde bezetting. Het werd al snel de inzet van een politiek steekspel tussen de geallieerden, Nederland en de bondsregering. In Münster spreek ik Friso Wielinga. Die neemt mij mee in de Duitse besluitvorming van destijds. En toen werd dus de bondsregering, laten we zeggen, goed wakker en zei, wanneer wij nu zeggen, wanneer onze rechters zeggen, ze mogen niet worden uitgeleverd en de Britten pakken ze in hun kraag en zetten ze over de grens, dan wordt daarmee onze soevereiniteit, die we zo snel mogelijk terug willen hebben, wordt daardoor, laten we zeggen, weer beperkt. Het ging de bondsregering helemaal niet erom om die kerels hier te houden. En ook de relatie met Nederland werd toenemend onbelangrijk. Het ging om de vraag, wie heeft hier de bevoegdheden? En toen hebben de geallieerden in het geheim afgesproken met de Duitse regering, wanneer jullie rechtbanken zeggen dat deze mannen Duitsers zijn of niet uitgesloten wordt dat het Duitsers zijn, zullen wij ze niet in hun kraag pakken en over de grens zetten. En daarmee had in feite Duitsland natuurlijk de kwestie gewonnen. En daar heeft men kennelijk ook gedacht, nou ja, die storm waait er op een gegeven moment ook wel weer over. En ik ben overtuigd dat onze gesprekken een waardevolle en wichtige bijdrage zu der gesamtpolitischen Entwicklung brengen werden. Toen de Nederlandse regering moest vaststellen dat ze dus aan het kortste eind had getrokken en eigenlijk ook een beetje om de tuin was geleid, omdat de geallieerden en de Duitsers het onder elkaar hadden geregeld, kwam er dus nog één boze eruptie van waar men zowel de geallieerden als ook de bondsregering nog een keertje duidelijk heeft laten weten van dat men dat geen keurige manier van handelen vond. Maar ja, het was uiteindelijk een machteloos dof plofje uiteindelijk, want men veranderde de zaak daardoor niet. En wat was dat plofje dan? Nou ja, dat plofje was dus een boze brief. Waarin nog eens een keertje gezegd werd, zowel aan de geallieerden als aan de... Een boze brief. En toen was dus de vraag, en hoe gaan we dat formuleren? Ja. En doen we dat daardoor door hen te verwijten dat ze nog steeds nazi-rassenwetten naleven? En dan hoor je dus, dan lees je dus vervolgens in interne memoranda op het ministerie van Buitenlandse Zaken van zeker niet onverstandige heren op die bureaus, die zeggen, dat is niet verstandig. Dat is misschien voor je gevoel, dat je, maar het brengt ons helemaal niet verder. En dan dus ook, het is niet effectief, het is slechts irriterend. Maar kan a priori ook zeggen, de zaak is hopeloos. Ik wil u wat laten zien, eigenlijk. Er is een Nederlandse historicus, die heet Jan de Roos. En die schrijft een boek
over de Fabers. Mm-hmm. En u voor dat boek wil hij heel graag het dossier inzien van hoe Nederland en Duitsland met elkaar hebben overlegd over deze zaak. Ja. Wat voor brieven hebben ze naar elkaar gestuurd? Ja. Maar het ministerie van Veiligheid en Justitie gaf de documenten niet vrij. Jan de Roos nam hiermee geen genoegen en sleepte het ministerie voor de rechter. Het vrijgeven van de dossiers zou het uitleveringsproces van Faber in gevaar brengen en de relatie tussen Nederland en Duitsland verstoren, zo zei de minister. Heel grofweg gezegd is er een categorie waar de minister heeft gezegd dat mag niet, want dat schaadt de betrekkingen met Duitsland. We gaan de stukken niet geven, want het schaadt de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Met betrekking tot een deel van de stukken is dat het oordeel van de rechter. Ja. Ik heb hier de stukken liggen. U heeft hier alle stukken liggen? Ik heb ze allemaal weer. Echt waar? Ja. Dit is Duits materiaal, dit is Nederlands materiaal. Echt waar? Ja. Mag ik het van u kopiëren? Nee, dat mag niet. Toen ik onderzoek ging doen voor mijn proefschrift, heb ik ondertekend. Ik mag alles zien, ik mag alles publiceren. Maar ik geef het niet aan derden door. Dus ik kan niet zeggen, hier neem het mee en bekijk het maar. Ik kan het wel even vasthouden. Ja, dit zijn de Nederlandse papieren? Ja, en dit zijn de Duitse. En dit zijn de Duitse papieren? En die Duitse papieren liggen in Berlijn. En de Duitse papieren liggen in Berlijn? Ja. Hier gaat het om. Er is veel meer natuurlijk, want ik heb niet alles gekopieerd. Ik heb ook veel dingen gewoon overgeschreven, samengevat. Ja. En die stukken waarvan ik vond, die zijn zo interessant, die wil ik ook hebben als kopie. Die heb ik toen laten kopiëren. Ja, maar heeft hij bot gevangen dan? Precies. Oh, gezeur zeg. Kijk, hier, dit zijn gewoon de, als je kijkt, een intern memorandum aan Luns. Een codetelegram van de Nederlandse ambassadeur in Bonn. Hier is een bericht van de Duitse ambassade in Den Haag. Aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo gaat maar door. En dat is... Dat is precies wat hij graag wilde lezen. Vertelde van jou, toen was hij eigenlijk heel erg verbaasd dat jij geen toestemming kreeg om dat Faber-dossier in te zien. Ja. En hij heeft namelijk zelf, in ieder geval van de naoorlogse periode, alle stukken. Zowel de Nederlandse als de Duitse. Ja, ingezien. Nou, gekopieerd ook. Ja, ook het Faber-dossier. Kijk, Jan, ik heb het gewoon allebei in mijn hand gehad. Ja. Zou jij wel de papieren in willen zien bij Friso Wielinga? Ja, natuurlijk. Ik ben geïnteresseerd in alles wat er over Faber en zijn familie te vinden is. Dus daarbij zou ik alleen maar blij mee zijn. Ja, maar hij zei wel dat jij hem nu gewoon kan bellen. Nou, dat is mooi. Dat ga ik dan zeker doen. Radio in Nachrichten. Die Staatsanwaltschaft will den in Ingolstadt lebenden NS-Verbrecher Faber lebenslänglich im Gefängnis sehen. Beim Landgericht Ingolstadt ging jetzt ein Antrag auf Haftvollstreckung ein. Es gilt allerdings als fraglich, ob Faber noch ins Gefängnis muss. Ihm geht es gesundheitlich nicht gut. Der heute 90-Jährige war in den 40ern unter anderem wegen Mordes an KZ-Gefangenen verurteilt worden. Er konnte später aus dem Gefängnis fliehen. Seit 1961 lebt er mit seiner Frau im Ingolstädter Piusviertel. 60 jaar stil en plots lijkt de Duitse justitie in beweging te zijn gekomen. Wat speelt er zich af achter de schermen tussen Nederland en Duitsland? Hallo, u spreekt met Gideon Levy van de AVRO. Wij wilden heel graag een interview aanvraag doen voor minister Opstelten. Ja, ik twijfel toch zeer of we dat moeten doen. Het zit heel dicht gewoon tegen individuele zaken aan. Jullie daar als openbaar ministerie nog steeds niks over kunnen zeggen. De ambtenaar wil niet in beeld worden gebracht. Nou ja, omdat wij ook nog met die zaak Faber bijvoorbeeld bezig zijn. Ja, maar de minister is toch mans genoeg om te zeggen van nou ja, over individuele zaken wil ik het niet hebben. In Nederland zeggen de verantwoordelijke instanties dat ze er alles aan doen om Faber alsnog zijn straf te laten uitzitten. Maar geen minister of staatssecretaris wil met mij praten over de vervolging van veroordeelde gevluchte naties. Ook bij het Openbaar Ministerie krijg ik niemand zover. De verantwoordelijke natiejagers willen alleen off the record met mij praten. Tijdens deze gesprekken leggen ze me uit dat ze in een heel lastig pakket zitten en dat ze over eieren moeten lopen. Het is uitermate gevoelige materie, zeggen ze. En ze zijn bang dat een interview het proces met Faber negatief beïnvloedt. Ja.
In Duitsland is een afspraak met de verantwoordelijke aanklager met één telefoontje zo gemaakt. Oké, okay, come in. Hallo. Hallo. Kirill Levy. Please sit down. Thank you. Yeah. So I understand something has changed in the case of Faber. Das ist richtig. Die Sache Faber ist ja sehr alt in Deutschland. Es beruht auf einer Verurteilung aus dem Jahr 48 in Holland. Faber ist dann geflüchtet. Es ist dann im Jahr 1957 kam eine neue Anklage in Deutschland. Die wurde aber abgelehnt, mangels an Beweisen, weil den deutschen Behörden keine Zeugenaussagen zur Verfügung standen und die Holland damals auch nicht geliefert hat. Dann war ziemlich lange, ist nichts passiert. Dann kam das Europäische Vollstreckungsübereinkommen im Jahr 2004, hat dann Holland beantragt, die Vollstreckung aus dem holländischen Urteil in Deutschland durchzuführen. Das wurde nach damaligem Recht abgelehnt von Deutschland. Daraufhin kam der europäische Haftbefehl. Holland hat einen europäischen Haftbefehl erwirkt und hat ihn 2011 nach Deutschland geschickt. Da hat dann das Oberlandesgericht in München die Auslieferung abgelehnt, weil Faber deutscher Staatsangehöriger ist und weil er nicht einverstanden war, ausgeliefert zu werden. Jetzt sehen wir die Möglichkeit, durch diese Ablehnung einen neuen Grund zu sehen, unter Umständen die Vollstreckung wieder zu übernehmen, also ein zweites Mal dieses Verfahren durchzuführen. Und das machen wir jetzt. Wir haben beim Landgericht in Ingolstadt beantragt, die Vollstreckung aus dem Urteil von 1948, von dem holländischen Urteil, in Deutschland durchzuführen. Und dieser Antrag ist derzeit beim Landgericht und wird dort bearbeitet. But in the case nothing has changed. The facts are the same. Wir haben hier ein rechtskräftiges Urteil. Es geht nur darum, ob ich es hier vollstrecken kann. Es gab einen europäischen Haftbefehl, es ist eine neue Einrichtung. Und wer einen europäischen Haftbefehl ablehnt, muss im Gegenzug nach europäischem Recht wohl das andere Urteil, das Urteil des anderen Staates vollstrecken. Das ist neu. Okay. Is the Second World War over? Ja, verstehe jetzt die Frage nicht ganz. Wie meinen Sie das? Is the Krieg, is es geendet? Nun, das würde ich schon sagen. Also, zumindest. Der Sinn der Frage ist jetzt irgendwie etwas seltsam. Wie meinen Sie das? In Germany there is a law called the Führerlass. What does this have to do with this case? Dieser Führererlass betrifft allein die Frage, ob Faber deutsche Staatsangehörige ist oder nicht. Es gab einen Führererlass, dass Mitglieder der SS die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Faber war wohl bei der SS und hat aufgrund dieser Tatsache die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Ist somit also als deutscher Staatsbürger anzusehen und hat damit sämtliche Rechte eines deutschen Staatsbürgers. Drum konnte er nicht ausgeliefert werden. Okay. This is also very strange for us. Gut, aber das ist natürlich eine Frage des Verwaltungsrechts, ne? Aber ich kann das verstehen, dass Sie das als... Isn't it strange for you? A law from 1943 from Hitler is protecting Mr. Faber. Ja, indirekt haben Sie recht, ne? Aber als... Ja, es ist ein Gesetz, das einfach... weiter gilt und sagen wir, es gibt ja einen gewissen Bestandsschutz. Herr Faber war jetzt ja doch 40 Jahre lang oder fast 50 Jahre lang hat diese Staatsbürgerschaft gehabt. Man kann nicht plötzlich sagen, man nimmt sie ihm weg, ne? Warum nicht? Nun, es gibt ja sowas wie Bestands- und Vertrauensschutz. Aber das ist nicht, er vertraut darauf, deutscher Staatsangehöriger zu sein, ne? Und fühlt sich wohl auch als deutscher Staatsangehöriger. Aber wie gesagt, das ist, ich kann ein Gesetz nicht kommentieren, ne? Also das, ich kann es nur anwenden, ne? Ja, aber das fühlt nicht richtig.
ja, das ist die persönliche Meinung, ne? Aber deshalb wird ein Gesetz nicht außer Kraft gesetzt. Hm. Yeah, that's kind of painful that you are protected by a law like this. Ja, es ist möglich. Ja. Pijnlijk, maar mogelijk. En zo zitten we al 60 jaren vast. Het project Europa is voortgekomen uit de wens om dit continent te behoeden voor toekomstige oorlogen. Het heeft dan wel behoorlijk lang geduurd om Duitsland in beweging te krijgen, maar het is mooi dat door nieuwe Europese wetgeving misschien een einde gemaakt kan worden aan de straffeloosheid en het verschuilen achter regels van de hand van Hitler. Tot die tijd is een huisbezoek een van de weinige dingen die ik kan doen. Om mijn kans op een gesprek te vergroten, besluit ik zonder cameraploeg te gaan. Ben je zover? Ja, bijna. Kijk, ik heb... Oh. Dit is die bril. Hierin zit een cameraatje. Ik ben alleen nog een beetje onzeker omdat hij een beetje groot is. Dus ik voel me een beetje een kapper of zo, of een galleryhouder. Ik besef me dat ik me hiermee op glad ijs begeef. Jelle Visser en Jan Ponsen werden aangeklaagd voor huisvredebreuk. Omdat zij oud-SS'er boeren met een geheime camera hebben geïnterviewd. Die opvang. Die hebben alles gemaakt. Die hebben dat zo fertig gemaakt in die Ausbildung. Dat we niet meer wisten. Nur noch. Maar vielleicht moeten ze ook nog in Gefängnis. Bitte? Vielleicht moeten ze ook nog in Gefängnis. Die hebben nog Fernsehen in Gefängnis, heb ik gehört. Ja, maar wil ik dan nog meer? Ik heb ook niet meer hier. Dat is ook genomen in Gefängnis. Ja. Door deze zaak zijn jullie eigenlijk zelf nu in juridische problemen gekomen. Hoe ging dat? Nou ja, om te beginnen, ik was stom verbaasd. Kijk. Als eerste kom je hier voor de raad. En we hebben alles gewonnen. Voor de raad? Je gaat voor de journalistiek. Vervolgens op een gegeven moment word je ondervraagd door Amsterdamse recherche. Toen dacht ik, hallo, heb die niks beters te doen. En die rechercheurs die keken elkaar aan en die keken naar ons van... ja, sorry, we moeten dit doen. Want er ligt een opdracht, maar we willen dit helemaal niet. En ja, weet je, dat is gênant. En tot onze grote verbazing hoorden wij later... hallo, jullie moeten voorkomen. In eerste instantie dacht ik al, oh ja, wat is dit? Grap. Kan niet. Het bleek waar te zijn. In het bijzijn van veel nabestaanden en de Nederlandse pers... worden Jelle en Jan uiteindelijk vrijgesproken... omdat hun reportage zo'n groot maatschappelijk belang had. En dat wij dus nu, met terrorismewetgeving... dankzij 11 september 2001... razendsnel in Duitsland vervolgd worden... en dat Nederlandse autoriteiten daaraan mee moeten werken... en wij het hele circus mee moeten maken. En als het gaat om het vervolgen van een grote open wond hier in Nederland... de Duitsers het altijd hebben verdomd. En dat dat zo krom is, dat kan niet. Dat is wat ze daar in Duitsland moeten leren. Maar je weet al wat je me gaat vragen als je... Ja, ik zou ook zeggen, ik ben Gideon Levy. Ik denk behoorlijk veel na over die Tweede Wereldoorlog... en hoe dat allemaal zo heeft kunnen gebeuren. En ik heb eigenlijk nooit de kans gehad om met een... iemand te spreken, met een dader te spreken. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor u is geweest... en hoe het leven na de oorlog is geweest. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, Gideon Levy, heeft u 5 minuten tijd voor mij? Ik zou graag willen weten hoe uw leven is geweest... hoe u erop terugkrijgt en hoe het was om bij de SS te zitten. En het is misschien een beetje een gekke vraag die er op de maag valt. De Pril, die doet het in ieder geval. Ik hoop dat hij de deur open doet. Dat zou het mooiste zijn. Even in zijn ziel kijken. Zou Faber misschien iets met mij willen delen over zijn verleden? Wat zijn geweten betreft maak ik me geen illusies. Dat bleek wel uit de brief die hij vlak na zijn ontsnapping in 1955 schreef aan de officier van justitie. Ook voelde Faber zich veilig in Duitsland, want hij vermeldde keurig zijn adres.
Hij was op vrije voet op dat moment en hij schrijft dan het volgende in een vlekkeloos Nederlands, zonder één taal- of spelfout. Bij mijn vlucht uit de strafgevangenis van Breda op 26 december 1952 heb ik een aantal persoonlijke bezittingen, waaronder enige encyclopedieën, studieboeken, schrijf- en tekenmateriaal en een geldbedrag op de gestichtsrekening achter moeten laten. Mijns inziens worden deze bezittingen ten onrechte achtergehouden. Mocht dit echter niet het geval zijn, zou u mij dan willen berichten op welke rechtsbasis dit geschiet? En zo ja, op welke wijze kan ik dan weer in het bezit ervan komen? Uw antwoord tegemoetziende verblijf ik hoogachtend Karel K. Faber. Ja, ik vind dat ongehoord brutaal als je dat ook nog je spullen gaat opeisen. Turn right, then turn left. Hier is het al. Ja, hier is het. Turn left, then you have reached your destination. Ja. Oké. Nou. Jeetje. Wish me luck. Succes. Kut, wit. Nou, hier is het. Kut. Nee. De Frisco was te veel voor mijn brilcamera. Het geluid staat er wel op. Oh nee, jongens. Dat is gewoon helemaal niet goed. Hallo. Ja, ik zoek een eigen vaper. Ach nee, daar hou je geen interesse, dankjewel. Oké, mag ik nog wat etwas vragen? Ja? Ik ben alleen en ik heb een vraag. Ze durven zich ruhig in het Hollandisch doen. Ja. Wat zullen ze vragen? Ik ben een Jood en ik heb nooit begrepen wat er precies is gebeurd. En het zou voor mij heel belangrijk zijn om met iemand te kunnen praten die me iets meer kan vertellen wat er is gebeurd. Ja. En het, als het maar 5 minuten is, zou het voor mij heel wat betekenen. En ik begrijp dat het ook voor u zwaar moet zijn geweest. Een moeilijke tijd. Ja. Nee, man kan niet meer daarover reden. Zo, er is zoveel passiert. Mijn man is in een slechte toestand in mijn ogenblik. Is gerade uit een krankenhuis raus. Oh. Maar ik kan Ihnen zeggen dat mijn man gelernt hat. Er had immerhin 10 Jahre miteinander gesessen und er würde nicht wieder Politik machen, denn er hat gesehen, was da alles aus dem steht und das bedauert er. Ja? Das kann ich Ihnen sagen. Mein Mann war 18 Jahre aus der Krieg aufbrach. 18 Jahre, das ist 18 Jahre, dann ist man noch so, ist man noch ein Kind, dann ist man noch so zu beeinflussen und ja, wir können nur sagen, es tut uns leid, was alles passiert ist. War das schwer, die Zeit nach dem Krieg?
Ja, mijn man had 3 jaar in Düsseldorf nog in onderzoekshaft gezeten. En daar is dan alles onderzocht worden. En die hebben naar de Hollanders gevraagd om onderzoeking. En die wilde damals niet. Deshalb verstehe ich nicht, weshalb die jetzt noch kommen. Ik kan me voorstellen dat het ook een bevrijding was om in Duitsland te komen voor hem. Dat hij vrij kon leven. Ja. Heeft hij ook wel een beetje van het leven kunnen genieten in Duitsland? Ja, kan me wel zaken. Hij heeft het kunnen wegstoppen, alles wat er was gebeurd. Maar hij had het gevoel gehad dat ze hier gebuust had. Was hij er vaak mee bezig? Ja, ja. Verkissen doet me zo best niet. Nee? Nee. In mijn familie werd er heel veel gesproken over de oorlog. Ja. Als mensen bij elkaar waren, feestjes. Al heel snel ging het over het verlies en over wat er was gebeurd. Was dat bij u ook zo? Dat er veel over werd gesproken? Nee, we hadden verzocht, is voor die kinderen. Ja. Damals, dat is niet zo... die hebben ze damals niet verteld. Ik heb nu 2 kinderen. Ja. En ze zijn jong. En ja, ik weet niet hoe ik ze het ooit moet vertellen. Ja. Hoe moet ik dat doen? Ja, ik kan u daar niet helpen. Ondersteunt mijn meid. Ik kan niet meer. Sorry. Ja. Zou ik misschien heel even binnen kunnen komen, dat we heel even kunnen praten? Het zou voor mij heel veel betekenen. 5 minuten van uw tijd. Nou, nee. Mijn man voelt zich niet goed. Die man is eerst af niet aangezogen. En het geht leider niet. Okay. Ja. Maar ja, het is dus wel waar. Gewoon 7 uur van mijn huis zit gewoon fucking Nazi TV te kijken. Dat is toch wel echt unbelievable. Nee, wat dat betreft, is er wel een soort van kwaadheid of zo. Dat ik denk van, zo makkelijk is het dus, zo makkelijk kan je dus er naartoe. En zo makkelijk kan je dus aanbellen, doet hij de deur open, pak hem even op. Weet je, elke Jan Lul die een overval pleegt, hooligans, weet je. We kunnen iedereen herkennen, we kunnen overal naartoe en we tolereren het allemaal niet meer. Wat een slapte. En dan is dit nog maar een kleintje gewoon. De echte grote vissen die zijn al lang dood. Dat maakt het nog verschrikkelijker. Nou, als je erover nadenkt, is het echt... krankzinnig. Kom, we gaan genoeg. Laddertje. Ja. Het prikkeldraad was het natuurlijk nog niet, dat hij boven hangt. Want nu wordt het ook met een ladder lastig. Maar ja, dat toontje, dat was er al wel waarschijnlijk. Ja, maar ik denk niet dat daar op tweede kerstdag iemand... heel erg heeft opgelet. Ja, of die deed even zijn ogen dicht. Ja. Nu is het wel bijna klaar, toch? Nou ja... De oorlog. Die oorlog die is nog lang niet afgelopen. Ook niet als de laatste betrokkenen of schuldige dood is. Nee hoor, geloof ik niks van. Ja, die oorlog heeft zoveel gevolgen gehad en zoveel dilemma's. Die zijn eigenlijk niet. Daar kom je niet uit. Oké. Yes. Oké, hold on. Samen met mijn Italiaanse collega Mario Costa doe ik onderzoek naar de effecten van zintuiglijke deprivatie. Weet je wat dat is? Wat wordt bedoeld met deprivatie? Ontzegging van elke zintuiglijke prikkel. Dus het zo min mogelijk voelen, niet ruiken, niet zien, niet horen, dat soort dingen.